You know? No, no. Welkom bij de Pro League. Dribbelen, schieten, hooghouden met twee supertalenten. Je wordt door iedereen gezien als een groot talent, terwijl je nog maar net droog achter je oren bent. Maar deze mannen bikkelen en stelen de derbystar met hun fluwelen balgevoel. Ze zijn technisch integer strak en hebben geen grote smoel. Misschien gaan ze mee met Louis naar het WK. Ze zijn er bijna. Jean-Paul Boetius en Tony Villena. Vandaag gaan jullie een battle tegen elkaar houden. Wie denk je dat gaat winnen? Sowieso ik, man. Ik ben al ouder dan Tony, dus ik ga hem echt winnen. Hey, dribbelen, schieten, hoog houden. Welk onderdeel weet je haast zeker dat hij dat van jou gaat winnen? Geen één. Oké. Okay. Ja, en ja, dezelfde vraag natuurlijk voor jou. Ja, hetzelfde eigenlijk. Zo, zelfde patas, zelfde shirt, zelfde mindset. Ja. Ik zeg, laten we beginnen. Als ik die focus leg, dan is het klaar, dat weet hij zelf ook. Op de grote momenten moet je er staan. Even 7 keer geschoten, 100 punten. Blij, hij doet blij. Wat doet hij? Hij doet blij. Schiet dan. Homie, het gebeurt niet vaak dat iemand die groene bal raakt. Hoe voelt dat? Dat voelt heel lekker aan, zeker. Dat is een grote eer. Ik zag je gewoon net een sprongetje maken van blijheid. Ja, toch. Plezier in het voetbal moet je houden, weet je. Dus ook deze momenten horen erbij. Ik heb jou echt veel beter gezien, man. Ja, man. Kleine peentjes. Ja. Tony gaat niet goed, hè? Ja, hij is gewoon een dagje minder. Dat heeft iedere voetballer wel eens. Ik ga even kijken naar onze scheidsrechter, Sammy. Wat is nou de score? Jean-Paul staat voor met 750 punten en Tony met 100 punten. We zijn aan het discussiëren over wie er als eerste gaat. Ik zou zeggen, rock, paper, scissors. Ja, goede oplossing. Hai. Ja, jij als eerste. Is niet erg, joh. Even eerst. 3, 2, 1, go! Ja, lekker hoor, kijk eens. Om de pion heen. Versnelling met zijn mooie rode schoentjes. Kijk eens, met de schaar erbij. Maakt niet uit, hij verliest tijd, maar oké. Okay. Hup, hup, hup. Nog even eromheen. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Hupsakee. Oh, oh. Hoeveel was het, scheidsrechter? 23 seconden. 23 seconden, homie. Als je nou iets minder trucs had gedaan, dan was je denk ik wel sneller. Ah, joh, zou je spelen met de concurrentie. 3, 2, 1, go! Kijk hem. We gaan, Tony aan de bal. Hup, komt 4-5 verdedigers voorbij. Zet nog de laatste sprinter in. Kijk hem gaan. Scheidsrechter, hoeveel seconden had Tony? 23 seconden. En dat betekent dat ze? Gelijk staan. Allebei 23 seconden. Het gaat er echt op aankomen. Laatste onderdeel. Hij pakt me mentaal, hoor.
Oké. Okay. Jean-Paul, ben je moe? Ja, mijn hamstring, man. Het is wel zwaar één dag na de wedstrijd, hè? Ja, zeker zo. Hoeveel denk je dat je hebt hooggehouden in één minuut? Wat zou dat zijn, 50? Nee, weet ik niet, ja. Iets meer dan 100 of zo. Iets meer dan? 100, denk ik. Denk het niet. 115. Mooi rond getal. Go! Tony, kom er even bij. Hoeveel denk je dat je hebt? Ik denk een 150. 136. Ja, nu wil ik het horen van Chapa. Ik praat niet veel. We gaan even de score, eindscore berekenen en dan komen we zo meteen terug, ja? Tony. Jij hebt een eindscore van 2730 en Jean-Paul 3170. Zullen we de kaartjes nog wel laten zien? Ja, ja. Sportief. Je staat derde nu van Nederland. Dus als je iets serieuzer was, dan had je een beetje. En bij jou, jij is. Dat is een klein neef meer. Ja, maar dat is toch vet? Hey, maar en rapper Ems, die heeft ook iets hogere scoren dan jou. Ik weet niet of je daar wat over wil zeggen, maar... Kijk, Ems kan het gewoon beter houden bij rappen, je weet toch? Ja. Maar ja, hij was een goede balie, man. Okay. Show naar hem, man. Je weet het zelf. Zeker. Hey, tot slot, even nog een paar vraagjes. Welk pleintje was jij eigenlijk altijd te vinden vroeger? Ja, twee pleintjes eigenlijk. Heen de Gouwe Plein, ja. Gewoon in West. Ja. Bij mij aan de overkant en Amersfoortse Plein. Tussen de Marokkaantjes bij mijn oma in de buurt. En daar zijn veel pannen gevallen, of niet? Toen was ik nog niet zo hoor. Ik was gewoon back to basic, gewoon aannemen spelen. Maar kleine strijden tussen de grote jongens. Oké. En ik ga nu een zin zeggen, die moet je even afmaken. Mm-hmm. Straatvoetballen vind ik belangrijk, want... Ja, daar begint het bij de meeste jongens gewoon. Straatvoetbal, basistechniek en soms iets verder zelfs. Gewoon daar komen eigenlijk de echte technicusjes vandaan. En, ja, om het gewoon het plezier te houden in de voetballerij moet je gewoon lekker op straat blijven voetballen om gewoon je eigen lekkere gevoel weer naar boven te halen. Aldus Jean-Paul Boetius. Homie, welk pleintje was jij altijd te vinden? Ja, in Maassluis, in mijn buurt, waar ik je een keer heb meegenomen. Ja. Ja, daar waren wel een paar boys met... Techniek, dat zeker. En ik heb vaak bij Mullenpier gevoetbald en bij Hogebaanweg. Dus ja, daar een beetje. Maar het meest komt van mijn eigen buurt. Okay. En straatvoetballen is belangrijk, want? Ja, met straatvoetbal krijg je eigenlijk alles. Je krijgt inzicht. Je kan in kleine ruimtes kan je voetballen. Ja. Je wordt een winnaar. Daar heb je al die mentaliteit om niet eruit te gaan. Dus ik denk dat straatvoetbal belangrijk is gewoon voor jonge jongens. Ik wil deze boys natuurlijk bedanken. Ik bedoel, deze man heeft gat in zijn hoofd. Deze man heeft echt heel veel pijntjes. Ondanks dat staan ze gewoon hier echte strijders. Ik wil trouwens ook Feyenoord bedanken voor de warme ontvangst. Ik zeg adios, bye bye amigos. Tot de volgende keer. Ciao.